In Lambert Actueel neem ik u mee langs activiteiten die op komst zijn. 1. De digitale interne markt in Europa moet stukken beter. De Europese Commissie komt binnenkort met 16 voorstellen. Prima. Maar ver vooroplopend is de Verenigde Staten. Daar gaat alles sneller in die grote Amerikaanse markt. Volgende week bezoek ik met de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming Silicon Valley in de Verenigde Staten. Het mekka van de ICT. Tijdens deze studiereis gaan we onder meer langs bij de grote bedrijven zoals Twitter, Google en eBay. Ook bezoeken we start-ups, financiers en universiteiten. We bespreken de kansen voor beginners, start-ups in Europa, de groeimogelijkheden voor ondernemers en de bescherming van de consumenten op dat grote internet. Ik zal u na de vakantie over de leerpunten informeren. 2. Op 4 september organiseer ik in Diessen de inspiratiedag Biobased Economy. Het thema is drempels weg, het wegnemen van obstakels in de Europese interne markt. Tijdens deze dag kunt u een workshop volgen over die obstakels, die belemmeringen voor ondernemers in die interne markt, de kansen voor de financiering van Europese fondsen, onder andere het Juncker Fonds, voor de bedrijven in die biobased industrie en komt de vraag aan de orde wat de creatieve sector kan betekenen voor ondernemers. Dus, dames en heren, het is allereerst een save the date en daarnaast maken we een eerste aanzet daar met een meestervervalsing van Van Gogh. U kunt meedoen aan het schilderen van dat nieuwe creatieve schilderij en daarna brengen we natuurlijk een bezoek aan de kunstroute van Lentaard Diessen. Be our guest. Meer weten? Ga dan naar mijn website lambertvannistelrooy.nl. Ik dank u wel.